Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Een video speciaal voor de ondernemers onder ons. Hoe bouw je nu eigenlijk een stabiel eigen bedrijf op? Misschien wil je net je eigen bedrijf starten. Wil je weten hoe je dat kunt doen? Of ben je al een poosje bezig en wil je weten, ja, hoe kan ik dat nou op een stabiel niveau krijgen? En met een stabiel bedrijf bedoel ik in dit geval dus maandelijkse inkomsten die min of meer, nou ja, laat ik zo zeggen, die niet fluctueren van, laat ik zeggen, 10.000 euro in de ene maand naar een andere maand 1.000 euro. Het is een enorme verschillen, zeg maar, die je daarin ziet, maar dat het veel meer een stabiel iets is en dat de grootste pieken en dalen daaruit zijn gehaald. En ja, hoe doe je dat nu eigenlijk? Nou, wat bij mij ook bij een stabiel bedrijf, wat dat voor mij betekent, is dat het altijd winstgevend is. En daarvoor heb ik ook een boekentip, Profit First. Ik heb er ook een boekrecensie over geschreven, dus die kun je ook bekijken tussen al mijn video's op YouTube. En ik vind dat een heel goed boek op dat gebied, dat het erom gaat dat je vanaf het begin winstgevend gaat draaien. Wat gebeurt er vaak als je net start? Je gaat al het geld weer opnieuw investeren. Dat heb ik ook gedaan. En dat is eigenlijk niet heel slim om te doen, want wat gaat er gebeuren? Je gaat een mindset ontwikkelen waarin je continu blijft investeren. Dus je investeert weer meer geld, je krijgt een hogere omzet die maand, je gaat dat geld weer investeren. En zo blijf je de hele tijd aan het investeren, maar verdien je eigenlijk nooit geld. Je maakt nooit winst, omdat je het continu weer investeert. Dus wat je in principe wil doen is dat het altijd winstgevend wordt. Dus een bepaald percentage. Je kunt beginnen met 1%. Profit First die zegt ook van, nou, begin gewoon met 1%. Dat zet je opzij. Dat is je winst. Daar ga je niet in investeren. Dat zet je gewoon opzij. En daar doe je verder niks mee. En met je salaris geldt het eigenlijk hetzelfde. Hè? Daar kun je ook een percentage aan koppelen. Dus stel je wilt eerst 10% van alles wat je verdient. Dat wil je gewoon opzij zetten voor jezelf. Dat is je eigen salaris. En door het zo te gaan verdelen, blijf je dus altijd winstgevend. Door met 1% winst opzij te zetten, blijf je altijd winstgevend omdat je dat stukje opzij zet. En anders hou je nooit dat geld in. En ja, wat is dan het nut van je bedrijf? Ja, het is al lastig om het heel concreet zo te kunnen uitleggen aan je. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Want op een gegeven moment, veel ondernemers hebben de neiging om continu te blijven investeren. Wat heel goed is natuurlijk. Maar blijf je al je geld wat je verdient ook weer investeren, ja, dan ga je dus nooit winst maken. Je kunt tegen jezelf zeggen, en dat gebeurt ook vaak. Ja, nee, maar als ik nog meer geld verdien, dan ga ik een stukje overhouden. Maar dat doen we niet. Want we blijven het continu investeren. Een van de grootste valkuilen voor ons als ondernemers. Dus dat is een hele belangrijke en mooie tip voor je. Nou, sorry. Even een brok in de keel. Dat is dus een mooie tip. En een andere hele mooie tip is, ja, probeer het dus stabieler te maken. En mijn tip is, ga kijken naar bijvoorbeeld affiliate marketing, wat je zou kunnen doen. Of het oprichten van je eigen membership. En hier ben ik veel meer mee bekend. Affiliate marketing doe ik niet zo heel veel mee. Maar memberships opbouwen wel. En dus je een abonnementsvorm. Dus je product in een abonnementsvorm gieten. Ik probeer dat zoveel mogelijk. Ik ben een voorstander van maandabonnementen. Waardoor je dus elke maand een bepaald bedrag verdient. Dus stel je voor, je hebt 100 leden. Die elke maand toegang krijgen tot een bepaald aantal producten van jou. En die betalen bijvoorbeeld een tientje. Ik noem maar eventjes iets heel kleins. Dat betekent wel dat je opeens 1000 euro aan omzet per maand hebt. Die eigenlijk ook vrij stabiel is. Natuurlijk kan er hier en daar wat afgaan. Maar er zal ook wat bij gaan komen natuurlijk. En op die manier, als je dat steeds kunt laten groeien. Ook al is het maar met bijvoorbeeld 10 mensen per maand. Nou, ook al is het maar 1 persoon per maand. Dan gaat dus je maandelijkse inkomen iedere keer met bijvoorbeeld 10 euro omhoog. Als er maar 1 lid bij komt. Nou, en als je dat continu blijft doen, dan zul je dus gaan merken dat je over de loop van de jaren heel snel gaat groeien. En nu heb ik het natuurlijk over 1 lid, maar dit kan natuurlijk ook veel sneller gaan. Dus ik zou zeggen, werk vooral ook met die abonnementen, met die memberships. Ook daar heb ik wel een paar video's over opgenomen op YouTube. Dus bekijk die ook zeker even. En hou ook even mijn website in de gaten, want ik ga ook zeker programma's lanceren die hierop gericht zijn. Op dit moment doe ik dat nog niet, ben ik nog een beetje aan het fine-tunen. En wie weet is dat iets voor jou wat ook heel mooi kan aansluiten bij
jouw gedachtegang om een stabiel bedrijf te ontwikkelen. Voor mij twee belangrijke principes. Dus enerzijds zet een stukje van je winst opzij. Je zou daar Profit First voor kunnen lezen in het boek. En anderzijds dus door een abonnementsvorm in te plannen. Een maandelijks abonnementsvorm is het allermooiste om een stabiel maandelijks inkomen te genereren. Om zoiets in jouw bedrijf te gaan inplannen als je daar de mogelijkheid en de ruimte voor hebt om dat daadwerkelijk ook te doen. Goed boek op dit gebied is trouwens de Automatic Customer, die daar ook heel erg over gaat. Dus laat me even weten in de reactie. Heb je hier iets aan? Hoe bouw jij een stabiel bedrijf op? Heb jij extra tips, tricks of vond jij dit heel waardevol? Laat het mij dus even weten. Ik hoor heel graag van je. Ja, wil je dus meer video's, vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van de laatste trends omtrent persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.